Certainly glad you could join us today. Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag voor jullie een Bob Ross tutorial die ik heb nagedaan. Dat leek me wel heel leuk. Ik zag dit vaker bij mensen voorbij komen en ik dacht, dit lijkt me wel een uitdaging. Dit wil ik zelf ook wel eens proberen. Ik ken zelf Bob Ross eigenlijk nog niet. Ik heb eigenlijk geen idee wie deze man is. Ik ken hem dus alleen van de YouTube-video's die mensen over hem maakten. Waarin ze dus ook een tutorial van hem gingen volgen. Dus ik heb geen idee of dat een hele grote beroemde schilder is of wat dan ook. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie hem misschien wel kennen. En of jullie het me dan mij misschien willen vertellen. Ik vond dit wel een leuk ideetje. Dus ik ben lekker gaan schilderen vandaag. Wel moet ik zeggen dat ik het niet helemaal goed heb gedaan, niet helemaal op de juiste manier. Want ik was aan het schilderen en ik dacht, waarom blendt dit nou niet zo goed bij mij? Waarom gaat dit niet zoals hij het doet? Waarom lukt dat niet goed? Dit, dat, zus en zo, je kent het wel. En toen kwam ik er eigenlijk al heel snel achter dat ik dacht, oh, het is vrij duidelijk. Ik gebruik gewoon niet de juiste producten. Hij gebruikt namelijk olieverf. Dat denk ik in ieder geval. Want olieverf blendt altijd heel makkelijk in elkaar. En daar kan je heel veel lagen van opzetten. En dat blijft altijd heel mooi blenden. En zelf had ik gewoon hele goedkope budget spulletjes. En dus totaal geen olieverf ook. Ik had zelf spulletjes van bijvoorbeeld Sastreine Grenne. Action ook wel. En een beetje dat soort budget spulletjes. En dat werkt natuurlijk ook helemaal prima, maar niet als je natuurlijk hetzelfde eindresultaat als hem wil krijgen. En ik had dat wel een beetje in mijn hoofd. Ik had sowieso op voorhand al gedacht dat het niet zou lukken, maar dat was dus ook mede daardoor. Maar natuurlijk ook omdat mijn schilderkunsten niet zo goed zijn. Mijn spulletjes kwamen dus van Sastreine Grenne, Action en nog meer van dat soort winkeltjes. En daarmee is het wel ook leuk om op deze manier te laten zien dat je geen dure dingen nodig hebt om toch een leuk resultaat te krijgen. Wel moet ik toegeven, en ik denk dat ik dat wel al vaker heb benoemd in video's, dat ik mijn art supplies een beetje aan het upgraden ben. Zo vind ik de spulletjes van de Action heel fijn. Vooral omdat ze dus zo goedkoop zijn. En ze zijn gewoon heel aantrekkelijk om te kopen. Maar ik verbied het mezelf een klein beetje. Omdat ik merk dat wanneer ik iets betere en duurder spulletjes koop, ik ook mooiere dingen ermee kan maken. En het resultaat gewoon beter wordt. En dat is wel iets waar ik graag naartoe wil werken. Want als ik bijvoorbeeld producten maak die ik uiteindelijk ook wil verkopen, dan moet het gewoon goede kwaliteit zijn. Maar nogmaals, de spulletjes van de Action of waar dan ook zijn helemaal niet fout. En het is dus ook heel leuk om te zien hoe je dus met zo weinig geld echt iets leuks kan maken. Dus heb jij niet zo heel veel te besteden of wat dan ook, dan is dit ook een hele leuke manier. Je begint dus eigenlijk heel eenvoudig met je doek wit schilderen, zodat het dus mooi zou blenden. Dat heeft bij mij niet heel erg geholpen, omdat ik dus acrylverf en gouache had. Maar als je olieverf hebt, is dit natuurlijk echt heel erg goed. Daarna zet je de blauwe laag erop en dat is dan dus je lucht en het water. Dan doe je de wolken maken en het is eigenlijk een beetje het begin, dat is je basis. Als je dat dan hebt gedaan, ga je verder naar de bergen, naar de mountains. En die kan je zo groot, klein, wat dan ook maken als je wil. Het is natuurlijk jouw schilderwerkje, dat zegt Bob Ross ook heel vaak. Het is wel grappig eigenlijk dat hij dat steeds zegt. Het is natuurlijk ook wel zo. Je kan hem helemaal kopiëren, maar het is leuk ook om het op je eigen manier te doen. Zo heb ik ook af en toe, doordat ik
niet helemaal de juiste dingen had, heb ik hier en daar een beetje gefoefeld en mijn eigen inspiratie gebruikt om het op een bepaalde manier op te lossen om toch een beetje het gewenste resultaat te krijgen. Maar goed, je gaat dan dus de bergen maken. Na de bergen komt het gras en de bomen en dan ben je eigenlijk zo goed als klaar. Volgens mij ben je dan gewoon klaar. Dat is eigenlijk de laatste stap. Je eindigt met de bomen. Je doet dan hier en daar nog wat detailtjes toevoegen en dan is het echt helemaal klaar. Ja, eigenlijk wat ik dus al zei, ben ik best wel tevreden met hoe het is geworden. Ik vind het heel erg leuk en rustgevend om landschappen te schilderen. Ik ben er totaal niet goed in, maar ik haal er wel heel veel plezier uit. En dat wil ik eigenlijk altijd meegeven met mijn schildervideootjes. Je hoeft niet ergens goed in te zijn, zolang jij het maar leuk vindt en er plezier uit haalt. Gewoon het gevoel dat je ergens voldoening uithaalt is heel erg belangrijk. En ik vind het zelf ook heel fijn om dit te kunnen delen. Want ik word zelf best wel vaak een beetje onzeker door alle perfecte plaatjes, tekeningen, schilderijtjes enzovoort van mensen online. Dat ik het ook leuk vind om te delen dat niet iedereen op het hoogste niveau kan schilderen en zo perfect is als bijvoorbeeld een Bob Ross. Dus als jij iets leuk vindt om te doen en je haalt er voldoening uit, ga er dan ook zeker lekker mee verder. Net als wat ik doe, want dan word je uiteindelijk daar het gelukkigst van. Dan hoop ik dat je deze video weer leuk vond. Doe dan zeker je duimpje omhoog en vergeet ook niet op mijn kanaal te abonneren. Ik zou het erg leuk vinden als je me laat weten of jij Bob Ross dus al kent en wat je van mijn eindresultaat vindt. Ja, daar ben ik gewoon echt heel erg benieuwd naar eigenlijk. Dus ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop dat ik je ook volgende week bij een nieuwe video weer zie. Kijk nog even lekker verder tot het einde van deze video en dan tot snel weer. Doeg!